Maurice Stijn, je speelt zaterdag tegen Heerenveen. Heb jij een fitte selectie? Ja, op Gabor Horvat na is iedereen fit. Maar ja, goed, die mis ik al een tijdje en die gaat maandag weer aansluiten. Dus voor de rest dezelfde fitte elf als vorige week. Vorig weekend was je vrij. Is dat voordelig geweest voor jou? Ja, dat kun je eigenlijk nooit helemaal met zekerheid zeggen. Vorig jaar heb ik een keer vrijgegeven. Toen kwamen we eruit waar we gelijk verloren. Ik heb een keer doorgetraind en doorgespeeld en geoefend tegen Dordrecht. Nou, we daar ook maar over ophouden. Maar toen wonnen we de eerste wedstrijd na die periode. Nee, ik heb nu bewust vrijgegeven. We hebben een lange voorbereiding gehad. We hebben, denk ik, ondanks de teleurstelling en de nederlaag tegen Groningen, een goede competitiestart. Ja, dan is het altijd wel prettig als die jongens even gewoon 4 dagen iets anders hebben. Sommigen zijn uit het buitenland geweest. We krijgen ook een heel zwaar programma. De komende 5 wedstrijden, 4 keer uit. Allemaal lastige uitwedstrijden en Ajax thuis. Dus ik wilde dat die gasten helemaal opgeladen waren. En wat dat betreft kwamen ze in ieder geval fris terug. Wat voor ploeg is dat, Heerenveen? Ja, Heerenveen is toch nog steeds een goede ploeg. Die hebben wel kwaliteit ingeleverd, maar hebben wel zeker daar iets voor teruggehaald. Ik zei net al, clubs als Heerenveen en Groningen schat ik op dit moment nog steeds een stukje hoger in als ADO. Alleen, ik denk dat wij inmiddels wel zover zijn dat wij van dat soort ploegen kunnen winnen. En dat zullen we ook absoluut gaan proberen in Heerenveen. Maar feit is dat zij 3 punten hebben gepakt tegen Feyenoord, Ajax en AZ. Dat zegt ook wat. Daar spelen is traditioneel lastig. Maar ik heb dus daar nog veel vertrouwen in deze groep dat wij tegen heel veel ploegen heel goed kunnen spelen. Op basis van wat ga je dan de 3 punten meenemen naar Den Haag? Nou, op basis van dat wij de eerste 4 wedstrijden denk ik heel goed hebben gedaan. Groningen kun je over twijfelen, maar dat blijft nog steeds een ongelukkige nederlaag vinden. En dat ik gewoon heel veel vertrouwen heb in deze ploeg. Dat we voetballend heel behoorlijk zijn, dat we veel kansen creëren. Dat we 8 doelpunten hebben gemaakt tot nu toe. Dat we met name in uitwedstrijden heel behoorlijk presteren. Dus ja, het complete plaatje en het gevoel is heel goed bij deze groep. Heb je de afgelopen week nog stilgestaan bij bepaalde momenten uit die eerste 4 wedstrijden? Ja. Zoals? Nou, zoals dat ik... ik heb al die wedstrijden wederom weer teruggekeken met mijn staf. En dan kom je tot de conclusie dat wij het moeilijk krijgen op het moment dat we niet gaan voetballen. Dus op het moment dat Coutinho gedwongen wordt om een lange bal te spelen, dat mijn verdedigers de ballen niet meer willen hebben, om wat voor reden dan ook, dan krijgen we het moeilijk. En, en daar heb ik ook deze week de aandacht op gelegd. Dat ik vind dat we voetballend een hele goede ploeg hebben, met een heel veel voetballend vermogen, zowel van achteruit als op het middenveld. En dat we dat ook moeten doen. Ik wil verzorgd voetbal spelen. En daar heb ik wel de nadruk op gelegd, want dat heb ik bij Vlagen wel gemist. En als we het deden, bij Vlagen bij bijvoorbeeld VVV uit, dan zie je waartoe wij in staat zijn.